hij is 24 jaar, dus dat is sowieso jong en ambitieus. En zijn boek Sex, Blogs en Rock and Roll komt volgende week uit. Zijn jullie klaar voor Ernst Jan Fout? Ik zei, give it up voor Ernst Jan Fout! Dank jullie wel. Ik kwam op dit idee toen ik een keer een opiniestuk schreef over actie ondernemen in het echte wereld. En toen zag ik een Hives, een anti-Wilders Hives, 55.000 leden. En daar werden wat domme vergelijkingen getrokken met Hitler op dat forum. Nou, dat is niet de moeite waard. Maar er was ook één iemand die zei, kom, we gaan actie ondernemen, we gaan naar het Westerparkterras en dan gaan we daar nadenken over hoe we een positief tegengeluid kunnen laten horen. Van die 55.000 man kwamen er 25 opdagen. Nou, dat is een beetje een probleem. Want ik denk dat het supergoed is dat we zo'n geëngageerde generatie zijn die op Facebook zeggen waar we ons voor in willen zetten. Maar het moet niet bij die symbolische muisklik blijven. En dan krijg je veel gezeik over ons heen van de generatie boven ons, de babyboomers. Van ja, jullie willen niks, jullie doen niks en jullie blijven heel makkelijk achter de computer zitten. Maar dat is niet waar. Want we zijn echt heel geëngageerd. We gaan allemaal vrijwilligerswerk doen in Afrika. Of we lezen een boek van Jonathan Safran Foer over de dierenindustrie en dan stoppen we meteen met vlees eten. Dus we kunnen het wel. Want wij zijn een generatie die aan de goede kant van de digitale kloof staan. Wij weten hoe we mensen moeten mobiliseren met Facebookgroepen. Wij weten hoe we actie zouden kunnen ondernemen. Dag Martin. En dat moeten we gaan doen. We moeten zoals deze man gaan opstaan. Nou, niet op het Malieveld. Nee, we moeten het slim aanpakken. Laat ik een mooi voorbeeld noemen. Strawberry Earth. Wie kent dat voor jullie? Nou, dat is een groepje hippe Amsterdammers. Ze gaan naar een club toe en ze zeggen, jongens, wij organiseren een mooi feestje. En dan moet je wel beloven dat je zoveel mogelijk van je omzet steekt in het ecologischer maken van je tent. Nou, dan zegt die bedrijf, gaan tegen elkaar opbieden. Dus Jimmy Woo die biedt 90%. Ja, maar de Paradiso biedt 100%. En uiteindelijk komt er dus een feestje, komen er honderden mensen langs. Die kunnen daar helemaal lekker ecologisch en goed feesten. En 100% van die omzet stoppen ze dan in het ecologischer maken van die tent. Ja, dat zijn de voorbeelden, nieuwe stijl. Dus slim gebruik maken van sociale media, het wel naar ons zin hebben, maar tegelijkertijd de wereld veranderen. Of Bits of Freedom, een digitale burgerrechtenbeweging. Zij strijden voor onze privacy. Zij zorgen ervoor dat wij gewoon kunnen surfen op het internet wat we willen. Dat we kunnen bellen naar wie we willen en dat we daar later geen gezeik meer krijgen met here's Ballin of zo. Wat zij heel snel hebben gedaan, zij hebben een campagne op blogs en social media opgezet. En ervoor gezorgd dat er zoveel druk werd uitgeoefend dat de politieke partij bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen hun verkiezingsprogramma's moesten aanpassen en digitale burgerrechten erin moesten opnemen. Nou, dat zijn de voorbeelden waar ik enthousiast van word. Dus ik wil jullie allemaal vragen, vanavond of als je maandag pas thuis komt, of morgen of op je mobiel, naar Facebook te gaan of naar Hives en te kijken welke zaken je geliked hebt, welke causes jij voor bent. En dan te gaan denken van hoe kan ik in de echte wereld actie ondernemen op dat vlak. Want kijk, 100 muisklikken, die stellen niet zoveel voor. 1000 muisklikken ook niet. Maar als 1000 mensen zeggen, wij gaan geen schoenen meer kopen van die fabrikant die aan kinderarbeid doet, dan is het opeens nieuws en dan maken we de indruk. Dus laat dat onze grootste uitdaging zijn. Dankjewel.